Vrije trap van PSV. Lerby pakte Van de Kerkhof snel aan. Lokhoff kwijt. Met Mulby in de buurt. Torissen. Goeie actie van Torissen. Opnieuw strafschop lijkt mij. Of Van Ettenhoven doet niet mee. En ik vind dat hij er hoort te liggen normaal gesproken. Het spel gaat verder. De overtreding was van Leo van Veen. Nadat Torissen op een schitterende manier is Molenaar was kwijtgeraakt. Dan de bal buitenom gooit. En door Leo van Veen zo wordt opgepakt. Schoenhaker. Wachten was op Molenaar. Die trekt dan de aandacht. En aan de andere kant komt de ruimte. Van Veen. Leo van Veen. En keek ernaar. Mulby. Schoenhaker. Olsen. Mulby, Olsen. Blessure bij Van de Kerkhof op de grond. Of niet bij Van de Kerkhof, bij Poortvliet. Overtreding Stevens. Ook een forse. Geen lelijke zaak. Maar wel een lelijke zaak voor Olsen. Hier Olsen. Daar vangt Stevens de boel zo op. Onschuldig kijkend. Brands. Lerby. Kieft. Olsen met Torissen. Torissen die het flink aan de stok heeft op dit moment met Molenaar. Brands, Lerby, Boeven. Van Basten, Lerby, Kieft vrij. Paas onvoldoende. Ook door het hinderende werk van Willy van de Kerkhof. Lokhoff. Overtreding Olsen. Van Ettenhoven trekt niet zo gauw een kaart. Doet hij ook hier niet. Vrije trap van PSV. Na een overtreding van Olsen. Van de Kerkhof. Van Basten kwam. Willy van de Kerkhof. Koolhof. Goed vrijgekomen en een goede paas. Kortom, redding Schrijvers. Na die redding van Schrijvers is dit inmiddels al de tweede hoekschop die genomen wordt. De eerste resulteerde gewoon in een nieuwe. Zonder veel problemen voor Ajax. Zonder veel voordeel voor PSV. René van de Kerkhof opnieuw. Brands voorin. Schrijvers, goede redding. En Stevens pakt de Schrijvers. Hoekschop. Blessurebehandeling voor de geblesseerd geraakte Schrijvers. Dit is de eerste redding van Schrijvers op die hoekschop. Daarna komt die bal opnieuw voor van René van de Kerkhof. Dan gaat de aandacht vooral uit naar wat Huub Stevens daarna doet. Op die kopbal van Brands, Schrijvers redding. En dan komt Stevens op het gezicht van Schrijvers terecht. Koolhof geeft weg. Nieuwe kansen. Wildschut. Koolhof. René van de Kerkhof. Als laatste man van Veen. Willy van de Kerkhof. Druk is groot. Dan krijg je de boel open. Nieuwe hoekschop. De hoekschop is van René van de Kerkhof. De situatie is in de 37e minuut van de wedstrijd. En Koolhof kopte. En Schrijvers staat daar weer erg goed te kiepen. Poortvliet. Koolhof. Poortvliet. Torissen. Wat hij deed tot dusver in de wedstrijd was ontzettend gevaarlijk voor de tegenpartij. Dit valt er niet in. Niet buitenspel bij René van de Kerkhof. Wel een kans voor Torissen. Moet. Schrijvers redt weer. En het is een prima reactie van Piet Schrijvers. Want het is wachten totdat Torissen die bal neemt. En daar moet hij dan in de baan van liggen van die ingeschoten bal. En dat doet hij. Hij wacht. Hij ziet het juiste moment. Het is een schitterende reactie van Piet Schrijvers.
waarbij de hoekschop zich nu al afspeelt terwijl u naar de herhaling kijkt. De herhaling met deze redding van Piet Schrijvers op de inzet van Torissen. In werkelijkheid inmiddels Van de Kerkhof. En Wildschut die een nieuwe hoekschop verdient. Het gebeurt in de slotfase van de eerste helft. Vele aardige momenten toch eigenlijk wel. Van de Kerkhof. René van de Kerkhof. Tegen Lerby op ingooi. Van Aardle laat de ingooi over aan Willy van de Kerkhof. Poortvliet. Branskop ingelopen, maar Koolhof haalde de bal toen al weg. Of Koolhof niet, want Koolhof is hier. Lokhof. Hoogschop. Laatste minuut van de eerste helft. Hoogschop Torissen. Brands en Stevens voorin. Stevens daar. Nieuwe kans voor Torissen. Poortvliet niet buitenspel. Goeie actie van Jan Poortvliet. Schoenaker, nieuwe hoekschop ook. Stevige druk van PSV. Goeie fase voor het publiek. Want dat blijft hangen. Zo'n rits hoekschoppen op rij. Torissen. Stevens. Schrijvers weer. Wildschut. René van de Kerkhof. En het einde daar. Nee, blokkeren door Olsen. Vrije trap voor PSV. Dit gebeurt in de extra tijd die vanuit de golven geeft. Omdat er wat blessurebehandeling is geweest. De bal gaat ineens. Schrijvers. Goeie trap van Lokhof. Schoenhaker. Ik dacht dat de bal werd meegenomen. Koolhof mist. Krijgt de bal op zijn hiel. Olsen. Even tijd voor overleg bij Ajax. De ploeg heeft het nodig op dit moment. Omdat het druk die van PSV is. Brands. Lokhof. René van de Kerkhof. Daarnaast doeltrap. Het gaat niet altijd even gemakkelijk, want Ajax sluit dicht aan. Geeft weinig ruimte in de persoonlijke duels. Lokhof, Van Aarle, Willy van de Kerkhof. Van Aarle, goed schot. Lokhof. Maar de foutieve passes zijn groot in aantal. Olsen mag dwarrelen daar waar hij wil. Goed, Van Veen. Lerby, buitenkant meegegaan, Peter Boef. Van Veen in het midden mee. Lerby op dit veld. Proberen waard. Aan de bal Mulby. Hij was de man van het schot in de eerste helft. Dat zo gevaarlijk doorkwam omdat Doesburg daar bijna op verkeerd op ingreep. En het was niet Lerby toe. Eerste duel. Olsen. Goeie kans voor Schoenaker. Voorlangs gaat de bal. Een ideale voetbalactie. Toch weer van Jesper Olsen. Waarna Dick Schoenaker de kans krijgt.
En die voorbij ziet gaan. Hier Olsen met Hoe. En dan legt Olsen de bal neer voor de inderdaad totaal vrijstaande Dick Schoenaker. Die dan wat al te gehaast is. En de bal niet raakt. Niet echt lekker raakt dat dan. Van Basten. Van Veen kwam mee. Van Basten, dan moet je eigen actie goed zijn. Niks aan de hand. Koloff. Goed stond hij. En daarom kon hij de bal spelen. Aan de andere kant, Toren is helemaal vrij. Die moet scoren. Ja. 1-0 PSV in de 29e minuut van de tweede helft. Terwijl Ajaxide bij vanuit het hoofd staan om te zeggen dat er iets van een strafschop was. En terwijl Offer bovendien zegt dat Koloff hem zou geraakt hebben. Hem het spelen van de bal onmogelijk zou hebben gemaakt. Zien wij hoe Toren dat heel beheerst doet. Stand op 1-0. 38e minuut. En de druk is groot voor PSV. Vanenburg. Schoenaker Mulby. Boeven. Had meer tijd kunnen gebruiken. De rust ontbreekt aan verschillende kanten op het ogenblik. De counterkans is natuurlijk altijd voor PSV. Koloff misbruikt de tijd. Van Schip. René van der Kerkhof. Wachten op hulp. Of gewoon een ouderwetse rush. Dat is het dus. Op rechts Hoe. Koloff zag het en bereikte hem niet. Durfde hem niet. Koloff, goede lop. Een schitterend doelpunt van die Juri Koloff. Een schitterend doelpunt. Werkelijk met ontzettend veel over zich gemaakt. Prachtig. Hij zag in eerste instantie Hoe. Ziet dat hij die niet kan bereiken. Neemt die bal vervolgens zelf mee. En heeft dan geconstateerd dat Schrijvers voor zijn doel staat. Een paar meter. En dan is het een prachtige lop. En daarmee beslist hij toch waarschijnlijk wel de wedstrijd. In deze 39e minuut van de tweede helft. Koloff. Stevens, Olsen. Willy van der Kerkhof. Torissen. Koloff wacht. Er staat niet buiten spel hoor. Torissen is mede voorin. Is Koloff net zo rustig als daarnet? Dat is hij. En dan is het Rio. Dan is het Rio. Ja, dat kon niet uitblijven. Koloff zet voor. Houdt het overzicht en viert het feestje met Torissen terecht. 3-0, nieuw doelpunt van Halvard Torissen. Op aangeven van Juri Koloff. Dieper die heen en weer moet, dus niet rustig kan volgen hoe de bal gaat komen. En dan is het 3-0. Boeven. Hoe? Boeven weer. De slotfase van de wedstrijd die gedaan is. Lerby. Van Veen, Stevens, dan moet Van Veen nog hard lopen denk ik om René van der Kerkhof van het lijf te houden. Dat lukt hem net nog niet. Kraai het hem wel, René van der Kerkhof 4-0. Ja, komt dat al de jaren. Deze man is ook al 31, maar hij gaat natuurlijk altijd harder dan Van Veen. Van der Hengst. Ooit spelend voor Ajax, dezelfde met rechtervleugelverdediger Weggelaar. Boy zou ze uit kunnen halen, doet dat. Niet slecht hoor. Goede poging van die middenvelder, Boy. Mulby. Opschuivende Rijkaard. Boeven, PSC Zwolle ingesloten. Tot nu toe houden ze het. Goed tikje voor Olsen. En de beste kans voor Ajax. De beste tot nu toe. Frank Rijkaard. Mag ver gaan. Wordt laat gestoord door PEC.
pas op eigen helft. Leo van Veen. Wipt die bal naar binnen. Lerby meteen met het rechterbeen. En dan Kief in een reflex naast. Raven. Boy en Mulby. En de meeste duels tussen die twee wint Mulby. Hendriksen en Schoenaker, die komen elkaar ook geregeld op het middenveld tegen. Lerby, Schoenaker, Vanenburg. Prachtige beweging weer van Vanenburg, ook langs de volgende man. Heeft iemand toch een techniek in huis? Trekken, inkoppen, op de lat, kruising, naast. Kief. Het begon allemaal bij Vanenburg op rechts. Die heel soepel langs 2-3 tegenstanders gleed toen die bal trok. Daar was Kief. En die kop op de kruising. Blijft 0-0 na 32 minuten. Mulby. Rijkaard. Te traag die combinaties van Ajax. Deze pas van Mulby. Op Boeven. Leo van Veen heeft nu ruimte voor een schot. Komt dat schot op de paal. Even zat het tempo in een Ajax-aanval. Een goede dieptepaas van Frank Rijkaard kwam terecht bij Peter Boeven. Die zag de opkomende Leo van Veen. Die haalde eens een keer direct goed uit. De paal redde PEC. Mulby. Ook weer die bal brengen. Van Veen. Mulby. En dan gaan we gewoon door. Mulby ging dat strafschopgebied binnen. Daar was Hendriksen. En toen floot iedereen hier voor een penalty en die wenste Keizer niet te geven. Lerby trekken, Kief. Nou, Vanenburg wippert de bal. Rond de 12e minuut was daar Lerby op links. Die trok die bal goed terug, daar zat Kief tussen. Toen kwam die bal in een kluts. Die kwam heel gemakkelijk toen voor de voeten van Vanenburg. En die hield zijn hoofd koel. Gaf een heel makkelijk wippertje. Ajax leidt met 1-0. Lerby op Rijkaard. En dat is een winstpunt voor Ajax. Want die kan zo op het oog weer moeiteloos de 90 minuten volmaken. Mulby met het schot. Raad. Hoekschop Jesper Olsen. Vanenburg, goal. En 20 minuten na rust komt Ajax op een 2-0 voorsprong. Dankzij die hoekschop van Jesper Olsen. Schoenaker verlengde. Die bal kwam bij Vanenburg. En die scoort heel kalm 2-0. Lerby. Lerby met een paas bestemd voor Boeven. En die gelooft daarin. Trekt die bal er nog voor ook. Heel knap. Drost. Riemens, voorgegeven van dichtbij, had het natuurlijk 2-1 moeten worden, maar Balstra faalt. Twee wissels bij Ajax, Olsen eruit en toch ook Frank Rijkaard, zo wordt ook nog volkomen fit. En ze worden vervangen door de nummers 12 en 16, oftewel Siloy en Johnny van het Schip. Drost met de vrije schop, het hoofd van Schoenaker. Kief op Van Schip, die staat niet buiten het spel. Johnny van het Schip helemaal alleen af op doelman Raven. De keeper passeren en inschuiven, die duurt er nog wat weg. Komt in een moeilijke hoek, nu is Kief ook aanwezig. En dan is dat Drost. Peter van de Hengst. Goed werk van Ophof, brengt die bal bij Leo van Veen. Van het Schip, Boeven gaat op links. Peter Boeven in een sprintduel met Kamstra dat hij wint. Kief is er een voor. Kief moet naar die bal toe. Wacht al lang. Fout van Kief. Søren Lerby. Boeven. Van Schip. Dit wippertje op. Schoenaker staat niet buiten spel. Kief dan eindelijk. Drie minuten voor het einde komt Ajax er op een 3-0 voorsprong. Eindelijk lukt het Kief dan toch om Raven te passeren.
dankzij die trekbal van Dick Schoenaker, waarvan ik dacht dat hij toch in buitenspelpositie de paas gaf. Klaas Drost, de libero en dan het eindsignaal van scheidsrechter Keizer. Ajax wint dan wel met 3-0. Alle goals gescoord in de tweede helft. Tweemaal Vanenburg en eenmaal Kieft. Waarop te zeggen dat Ajax goed voetbalde, heel beslist niet.